Ongekend. Het is ongekend. Er komt een speciaal vliegtuig met mijn proefstof binnengevlogen en wordt met een speciale koerier van Schiphol zo snel mogelijk naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gebracht. Dus als het vliegtuig vertraagd is, kan, noem maar op, moet ik soms 2 of 3 uur wachten tot de toediening plaatsvindt. Dat hoort erbij. Maar ik kan het niet bevatten, het gaat me boven mijn pet. Dat er een heel verkeersvliegtuig wordt gecharterd. Alleen voor mij. De hele Boeing komt uit Amerika hier naartoe vliegen. Met het zakje. 1 zakje kost 20.000 euro. Dat is onvoorstelbaar. Ja, ik ben perplex. En de zorg is daar zo fantastisch. Ze zijn zo toegewijd. Specialisten, de verpleegkundigen. Alles. Het is een en al zorg en toewijding en vakkunde. Ze vinden het zelf ook allemaal spannend, het proces, het verloop. Iedere scan vinden ze ook spannend, want de volgende staat alweer gepland. 2 september. Dus het gaat achter elkaar door. En iedere keer loop je het risico dat als die tumor gegroeid is, dan is het over. Ga je het traject uit, meteen. Of als zo'n bloedwaarde gaat afwijken. Stel voor je nierfunctie wordt aangetast, wat heel vaak gebeurt. Dan ga je er meteen uit. Dan is het over. Dan ben je weer, dan sta je weer op een ijsvlakte. Dus het is ontzettend spannend. Ontzettend. Het kan niet spannender, want het gaat altijd over je leven. Het gaat over uiteindelijk over leven en dood. Altijd. Kanker. Altijd. Zonder uitzondering. Slechts hele zeldzame gevallen. Heel zeldzaam. Wordt het als de diagnose heel vroeg is. Op tijd. En dan kan een ingreep plaatsvinden. Dat is de voorwaarde. Dus het wordt echt verwijderd, die tumor. Dan kan iemand gewoon genezen en kankervrij worden weer. Heel snel. Maar dat zijn incidentele gevallen over de wereld, in Nederland. Ik ken een vriend van mij die dat heeft gehad. Dat is een wonder, een groot wonder. Gewoonlijk weet je, als je het eenmaal in je hebt, weet je nooit meer wat er met je gaat gebeuren. Dus ik loop nu een marathon en ik heb 3 hordes mogen nemen en niemand weet hoe de rest van die marathon eruit gaat zien. Hoeveel hordes ik nog mag nemen, dat bedoel ik nu mee een controlescan die oké is, die goed genoeg is. Ik weet het niet, niemand weet het. Het is 1 groot vraagteken. Dus het komt neer op rust zien te vinden, vertrouwen, geloof in mijn geval. En dankbaarheid. Ik ben ongelooflijk dankbaar. Ook voor de mensen die om me heen staan, de steun. Maar het is en blijft een krankzinnig. Je hele leven gaat op zijn kop met die ziekte. Je bent niet vrij meer hetzelfde. Alles gaat op zijn kop. En je wordt ook een heel ander mens ervan. Je gaat heel anders naar dingen kijken. Dat is niet uit te leggen. Heel anders naar vriendschappen kijken. Je wordt veel resoluter in wat je wel en niet wil. Je wordt ook veel krachtiger. Je bent veel weerbaarder, want je bent in gevecht, toch. Je kan niet vechten tegen een ziekte. Als je been eraf wordt geschoten in de oorlog met een bermbom, kan je niet vechten om hem terug te krijgen. Dus vechten tegen kanker is een fabeltje. Het is onzin, dat kan niet. Maar wat je wel kan doen, is een hele krachtige manier van denken ontwikkelen. Van ik laat me niet neerhalen. Ik blijf geloven in wonderen. Ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Ik heb vertrouwen in het medisch team. Dat kan wel. Daar train ik mezelf in. Maar daar word je ook weerwaarder door. Daar word je ook niet al gewoon in je privéleven. Dus je wordt, ja, je voelt je ook soms heel week en slap. En kwetsbaar. En eenzaam. Dat maakt je ook heel eenzaam. Want je kan het met bijna niemand delen. Behalve mensen die het zelf gehad hebben. Of in hun directe familie, omgeving. En dan nog. Dus er zijn heel veel mensen die je verlaten. Heel veel dierbare vrienden en vriendinnen hebben me voorgoed verlaten. Omdat ik deze ziekte kreeg.
Dat wordt volkomen herkend door lotgenoten, door medepatiënten en door de specialisten in het ziekenhuis. Die weten dat. Dat heel veel mensen in de steek worden gelaten. Een heel groot gedeelte zelfs door hun partner. Hun echtgenoot of echtgenote. Die zegt, tabé, ik heb liever een gezonde man of vrouw. Zoek het maar uit. Of die kunnen dat lijden niet aan. Allerlei redenen. Het kan angst zijn, het kan vluchten zijn, het kan geen zin hebben zijn. Maar ze slaat die in de steek. En een heleboel ook niet. En daar heb ik het nu tegen. Jullie, waar ik die video aan ga sturen, die laten we niet in de steek. Die blijven bij me. Dank jullie wel. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Als afronding, je weet nu een beetje hoe het werkt. Oh ja, nog even afmaken. Als de toediening is geweest, maken ze daarna weer 3 hartfilmpjes en bloedafname. Tussendoor ook bloedafname, als die infuus erin zit. Je wordt constant gemonitord en gescreend en in de gaten gehouden. En pas als de 3 hartfilmpjes en bloedonderzoek na de toediening goed zijn bevonden, dan mag je naar huis. En je blijft wel onder constante controle. Zo werkt het. Ongeveer. Dank jullie wel. Ik wilde dit toch even delen. Jullie zijn dierbaar. En er zijn mogelijk dierbaren bij die dit willen weten. En dan heb ik het een keer kunnen vertellen. Maar nogmaals, geheelvrij blijven, want je hoeft niet te reageren. Ik laat een duif, heb ik in mijn handen. Dat is het filmpje. Een boodschap, die laat ik los, laat ik vliegen. En ik hoef niet te weten waar die landt, of die landt. En dus met andere woorden, voel je vrij. Je hoeft niet te reageren. Vrijheid is alles. Dankjewel. Ik ga nu naar de camera toe lopen om hem uit te zetten. Want ik heb geen camera-assistenten hier. Zoals professionele filmers. Die omringd worden door een hele crew. Waaronder hele leuke dames. Charmante dames die naar parfum ruiken. En de camera liefdevol voor je uitzetten. Maar dat gebeurt hier niet. Je doet het zelf. Tot gauw, lieve vrienden. Tot gauw.